in principe binnen Systema, wat je kunt gebruiken op het moment dat een lichaam weerstand geeft, is eigenlijk de question mark beweging. De question mark beweging, het vraagteken teken eigenlijk, is een deel van figuur 8 die in Systema veel voorkomt. En als je die beweging gebruikt, dan kun je het lichaam ook wat gemakkelijker neerkrijgen. Op het moment dat ik het naar beneden wil drukken, een hoek van 45 graden of met het driehoeksprincipe, hier achter hem. En hij zet zich schrap met zijn nek, dan is het heel moeilijk om het voor elkaar te krijgen, want zijn nekspieren zijn gewoon zeer sterk. Op het moment dat ik deze beweging maak als een vraagteken, dan kan zijn lichaam daar niet tegen. Nog een keer zien, dus deze beweging als een vraagteken of als een deel van een 8. Ik maak ongeveer een halve 8. Dezezelfde beweging kunnen we ook doen bij het bijvoorbeeld neerhalen via de elleboog. Op het moment dat ik zo naar beneden wil trekken en hij wil niet, dan kan het best lastig zijn. Op het moment dat ik ook nu weer de vraagtekenbeweging maak, dan is het eigenlijk heel erg simpel. Nog deze kant laten zien. Maak nu weer deze beweging. En zo valt het vrij eenvoudig naar de grond. Dit is op allerlei manieren, ook als je een torsobeen pakt, ook dan is het te gebruiken. Dat is het question mark principe binnen Systema.